Op dit moment gaan we stilstaan bij opleiding sociaal werker. En let op, heb je vragen? Maakt niet uit wat voor vragen het zijn. Alle vragen zijn welkom, zowel van de studenten, maar ook van de ouders. Dus pak gewoon de chatbox erbij, laat die vragen daarachter. Dan zorg ik ervoor dat ze beantwoord worden door mijn gasten vanavond aan deze tafel. En dat zijn twee studenten en dat zijn twee docenten. We beginnen bij de studenten, Diomara. Ja. Derde jaar student sociaal werker. Yes. Hoe gaat ie? Tot nu toe gaat het heel goed. Mm-hmm. Ja, ik kan niet veel klagen, ik heb veel geleerd. Oh, dus, wat mooi. Ja. Noem eens een van de dingen waarvan je denkt, zo, dat is echt on top of mind als het gaat om mijn studie op dit moment. Ik heb veel over mezelf geleerd. Ik heb, toen ik daar kwam, ik was best wel jong, ik was 15 jaar oud. En nu ben ik 18 dan, het laatste jaar. En ja, ik heb mezelf echt zien ontwikkelen. Maar ook bij mijn stage of op school zelf, studenten, heb je echt mensen die zich, je ziet mensen ook ontwikkelen eigenlijk. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld klasgenoten van je of misschien zelfs studenten, dat wij ze iets, of ik bedoel docenten, dat wij ze iets toebrengen of zo. Dus je ziet echt dat mensen eigenlijk groeien op de opleiding. Dus, ontwikkeling ja. Als het ware, wat mooi om te horen. Ja. Straks gaan we het ook even hebben over jouw stage. Maarten, ook derdejaars student sociaal werker. Ja, klopt. Hoe gaat die bij jou? Voor mij persoonlijk gaat het heel erg goed. Mm-hmm. Eén ding wat ik vanuit school altijd heel erg mooi vind, is niet alleen dat je, wat zou ik al benoemde, dat je door de jaren een beetje ontwikkelt als persoon en ook gewoon als social worker voor de nabije toekomst. Maar ook dat school ook bezig is juist om een beetje dat proces voor jou, mm-hmm. van zelfontwikkeling ook wat duidelijker te maken. Dat je gaat inzien van, nou, wat is de situatie? Wat voeg ik hierin toe? En dan ga je juist kijken naar hoe kan ik dat beter maken? Of hoe kan ik die niet zo goed gingen wat oplossen? En dat je echt actief bezig bent met, wat is mijn onderdeel hierin? Ja. En heb je dan ook voornamelijk over het stukje reflectie als het ware? Reflectie en dan doorpakken, hoe kan je het in veranderen? Ja, inderdaad reflectie van jezelf. Mm-hmm. Wat ook gewoon altijd feedback van collega's binnen stage en binnen school kan je nog altijd ontvangen, wat ook geweldig is. Een tweede oog is altijd handig. Ja. Dat helpt eigenlijk met persoonlijke groei en ook met groei als social worker. Mooi, dankjewel. En ook twee docenten op dit moment bij mij aan tafel. Opleiding social worker. Maar ik ben heel erg benieuwd welk vak jullie geven. Nathalie Dupont. Ik geef verschillende vakken. Onze opleiding is ingericht in drie vakken. Mm-hmm. Het is beginsituatie, plan van aanpak en evalueren. Dus die drie vakken geef ik. Maar binnen die vakken zijn er eigenlijk vakken zoals methodiek, psychologie, sociologie, social skills. Dat zijn allemaal verweven in die vakken. In die vakken. Ja. Waarom is social werker het vakgebied waar jij je op beweegt? Nou, ik ben social worker nog steeds. Ik werk al 17 jaar in social werk. En op een gegeven moment heb ik toch de drijf gehad om ook in het onderwijs te gaan werken. En het is gewoon een prachtig beroep als je met mensen wil werken, als je van betekenis wil zijn in de samenleving. Super mooi. Dankjewel. Jared Hiewat, ook docent binnen de opleiding social werk. In welke vak geef jij? Nou, ik hou me bezig inderdaad met de praktijkgerichte vakken. Dus bijvoorbeeld hoe organiseer je een project? Op dit moment zijn de studenten bijvoorbeeld bezig met basisscholen bezoeken en daar een project organiseren in het kader van kinderrechten. Dus dat kunnen verschillende onderwerpen zijn, maar dat je ze echt die vaardigheden aanleert. Mm-hmm. Omdat dat natuurlijk heel belangrijk is, los van de theorie. En daarnaast hou ik me bezig met de stages. En wat doe je dan precies? Stagebegeleider? Stagecoördinator eigenlijk binnen de opleiding. Ja. En waarom tikt jouw hart als het ware luider als het gaat om sociaal werk, dit vakgebied? Ik ben ook opgeleid als sociaal werker, dus ik heb ook een achtergrond in sociaal werk. Hou me in de praktijk ook nog steeds mee bezig en het is echt gewoon een passie van me. Ik zeg ook altijd tegen iedereen, als je jong bent, zeggen heel veel mensen bijvoorbeeld van, ja, ik wil politieagent worden of ik wil prinses worden. Ik zeg niet echt van, oké, ik wil sociaal werker worden als je een kind van 5 voor je ziet. Maar als je dan wat ouder bent, dan denk ik echt dat het een soort van binnenuit, een soort van passie van je is. Van, ja, dat wil ik echt gaan doen en ik voel me echt goed bij om mensen te ondersteunen, te begeleiden en verder te helpen in hun proces eigenlijk. Ja. Nou, wellicht ontdek jij nu ook binnen, wat is het, hoeveel minuten hebben we nog? Binnen de aankomende 44 minuten dat deze opleiding iets voor jou is. Laten we even kijken naar een filmpje. De reden waarom ik deze opleiding heb gekozen is, ik merkte gewoon heel erg in de omgang met mijn vrienden dat ze altijd naar me toe kwamen en om advies vragen. En ik haalde daar altijd heel veel voldoening uit. Dus ik dacht, ja, ik moet hier gewoon wat mee gaan doen. Mijn zus heeft die opleiding hiervoor ook gedaan. En zij heeft mij verteld over de opleiding. Zij vond dat het ook bij mij paste. Dat zij mij kennen natuurlijk. Ik heb voor de opleiding Social Work op het Albeda gekozen omdat ik de sfeer hier zo geweldig vond. Ik kwam de eerste keer hier binnenstappen en merkte hoe erg betrokken de docenten bij de studenten waren en wat voor familie je eigenlijk vormt. Ik vind dat ik een goede keuze heb gemaakt voor de opleiding kiezen. Het is een driejarige opleiding waar je in je eerste jaar kennis gaat maken met wat nou precies de belangstellingen zijn van het werk Social Work.
die dingen worden altijd teruggekoppeld naar stage. En op stage voer je dan opdrachten uit die je dan uiteindelijk moet inleveren als examens. De opleiding social work past bij jou als je empathisch vermogen hebt. Dat is een van de belangrijkste key factoren in het social work gebied. Waarom? Omdat wanneer iemand zich niet op zijn gemak voelt, hoor je dat kunnen aan te voelen en daar wat mee te doen. Vaak zo is als je mensen wil helpen, is dat je het graag voor ze wil doen. Maar je moet echt nadenken van oké, wat kunnen ze zelf? Dus je moet altijd dezelfde vraag stellen van oké, wat kan je zelf voordat je gaat rennen en alles voor een cliënt gaat doen. Je moet snel kunnen schakelen, want je gaat met heel veel verschillende doelgroepen te werk. Belangrijk dat je georganiseerd, gestructureerd en overzichtelijk werkt. Wat ik vooral bijzonder vond aan de opleiding was dat ik ontzettend veel mocht uitvoeren in de praktijk en daardoor echt mezelf heb kunnen verbeteren als professional. Nou, met de opleiding sociaal werk kan je op diverse plekken terecht. Je kan binnen het onderwijs gaan werken, bij basisscholen, middelbare scholen, binnen de gemeente hebben ze je ook nodig. Bij de reclassering zou je aan de slag kunnen gaan. Of bij de gemeente zoals wat ik ooit heb gedaan. Mensen die moeite hebben met een betaalde baan vinden, begeleid naar een betaalde baan. Ja, de economische markt dit verandert gewoon om de zoveel jaar. Eerst hadden ze niet zoveel sociaal werkers nodig en nu, overal waar je kijkt, staan er vacatures open. Ja, voor de student die nog aan zoek is naar de opleiding, zoek niet iets wat jij nu leuk vindt, maar zoek iets wat jij, waar je heel graag in wilt verdiepen nog. Kijk wat bij je eigenschappen past. En daar deskundig in worden en dan gaat het vanzelf. In het filmpje hoorde je studenten aan het woord over, onder andere waarom ze hebben gekozen voor de opleiding sociaal werker. Nou, het is twee studenten aan tafel. Diomara, jij zei net, je was 15 op het moment dat je besloot deze opleiding te doen. Hoe ben je tot dat besluit gekomen? Ik was zelf heel erg aan het zoeken wat ik eigenlijk leuk vind. Mm-hmm. En daarbij heb ik eigenlijk mijn netwerk gebruikt. Mijn nicht deed zelf ook deze opleiding. En die is ook afgestudeerd een jaartje of 2 jaar voor mij. En zij vertelde eigenlijk over wat zij doet daar. En omdat ik er zelf nog heel erg aan het zoeken was en ik wist precies eigenlijk niet waar ik wil eindigen, mm-hmm. dacht ik moet ergens breed beginnen. Dus ik ging eigenlijk een brede opleiding zoeken. En daar paste dit eigenlijk perfect bij. Toen ben ik naar open dagen gegaan, heb ik mezelf geïnformeerd, heb ik mensen gevraagd hoe en wat. En toen ben ik eigenlijk achtergekomen dat dit eigenlijk wel iets is wat ik, waar ik bij pas. Ja. Waar ik mezelf kan ontwikkelen en waar ik later wel terug kan kijken, zo van dit heb ik gedaan en nu weet ik wat voor basis ik heb en waar ik naartoe kan gaan. Ja, we hoorden zojuist al in het filmpje dat het eigenlijk, als je kijkt naar het werkgebied waarin je terecht zou kunnen komen, is heel erg breed. Weet jij al wat je wil gaan doen na deze studie? Ik weet niet echt welke studie ik ga doen, ik weet wel waar ik wil eindigen. Waar je wil eindigen, dat bedoel ik, Ik wil eigenlijk kinderpsycholoog zijn, mm-hmm. bij kinderen die in oorlogsgebieden hebben gewoond of daar vandaan komen. Dus dat is wel een goede basis als je dit dan hebt gedaan. Ja. Want het is heel sociaal. Maar je werkt ook met verschillende doelgroepen. Dus stel je voor, ik zeg later, ik wil niet echt met kinderen, maar ook met volwassenen of... Dan kan je ook die kant opgaan. Ja, duidelijk. Dankjewel. Maarten, hoe zat het voor jou als het gaat om 3 jaar geleden? Het besluit om deze studie te volgen? Zaten daar voor mij persoonlijk twee factoren aan. Eén persoonlijke en één die me gewoon heel erg handig leek. De persoonlijke was, ik heb in het verleden twee vrienden gehad waarvan ik van mening was die nooit echt de hulp hebben gekregen die ze hadden moeten krijgen. Mm-hmm. En dat vind ik altijd heel erg jammer om dat terug te zien. Dus ik dacht, ik kan wel een stap daarin gaan doen om juist wel te zorgen dat er wel die social workers zijn die de maatschappij dan eigenlijk nodig heeft en ook verdient. En als tweede is het ook, als je kijkt naar de opleiding zelf, mm-hmm. wat je eruit haalt, is een van de grootste dingen die je gaat leren, is communicatie. Nou, communicatie, we doen het hier nu aan deze tafel met z'n allen. Ja. Ik zal dat bijna elke dag van mijn leven wel met anderen gaan doen. Mm-hmm. Dat geldt voor iedereen hier in die kijkt. Maar als je gaat kijken naar hoe communiceren we nou, hoe hou je daar nou het meeste uit? Hoe zorg je ervoor dat er zo min mogelijk, dat je niet de verkeerde dingen aanneemt, of zo min mogelijk ruis bijvoorbeeld. Ja. Inderdaad, en dat je eigenlijk gewoon het beste met elkaar om kan gaan, best kan communiceren. En dat ook respectvol en positief kan doen. En social work helpt daar enorm mee. Mm-hmm. Je gaat niet alleen kijken met wat zeg ik zeg ook tegen wie zeg ik het. Maar waar kwam die affiniteit dan met communicatie vandaan bij jou? Ik ben zelf iemand die heel erg geneigd is om te overdenken, om juist alles in mijn hoofd uit elkaar te halen van hoe zou het functioneren. En in het geval dat ik iets wil uitleggen, of dat ik die interesse wil overdragen, dan moet het ook aan de hand van communicatie. Dan moet ik het kunnen uitleggen in, misschien niet altijd mijn woorden, maar wel, ik moet het kunnen vertalen naar de ander. En dat is ook een onderdeel van elkaar begrijpen, compassie en elkaar beter leren begrijpen eigenlijk. Ja.
Jared, als ik dan een sprongetje maak naar jou als docent zijnde, maar ook stagebegeleider. Hoe belangrijk is communicatie binnen deze studie? Ik denk dat communicatie binnen deze studie wel een beetje de key is eigenlijk. Ik denk dat het een beetje de basis is, zeg maar, voor elke sociaal werker. We benoemen het heel vaak, maar communicatie is ook iets wat je moet ervaren. Dus je kan het niet alleen maar leren uit de boeken, dat is theorie. Ja. Je moet het echt leren in beroepssituaties. Dus daarom is het zoveel belangrijk om een leuke en goede stageplek te hebben waarin je in contact komt met mensen en waarbij je dus kan leren, eigenlijk wat Maarten dus net aangaf van hoe communiceer ik nou en wat wil ik ermee bereiken? Ja. En dat kan je toch het beste leren in beroepssituaties. En als het ware ook toetsen bijna, zou je kunnen zeggen. Ja, zeker weten. Ja. Ja. En dan kijk ik even jullie allebei aan, Nathalie en Jared. Als we kijken naar de opbouw van de studie, wat kunnen jullie daar wat meer over vertellen? Het is heel erg praktijkgericht onderwijs, dat je al eigenlijk ook het eerste jaar, eerste halfjaar bestaat uit met name theorie. En vervolgens heb je het tweede halfjaar, heb je dan de praktijkdagen, 2 dagen stage. Maar dat is wel heel snel in het proces inderdaad. Ja, precies. Ja. Dus je gaat echt na een half jaar ga je al direct op stage. Maar wat we nu hebben toegevoegd is dat je in het eerste halfjaar hebben snuffelstage dagen, waarin je verschillende stages kan proeven. Dus dat geeft ook niet zoveel druk op de BPV-plek of de stageplekken. Van oké, ik kan even BPV? De stagebedrijven. Oké, stagebedrijven. Bijvoorbeeld als ik naar mijn eigen werk kijk, om 4 dagen of 5 dagen mee te snuffelen, kost mij minder tijd dan bijvoorbeeld iemand echt structureel begeleiden. En dan kan je ook kijken als organisatie van wat heb ik binnengekregen, voldoet die een beetje aan waar we naar op zoek zijn. Dus er wordt echt daarin ook een kwaliteitsslag gemaakt. Ja. Ja. En als ik je nog mag aanvullen, inderdaad, qua stage, waarom we het ook zo belangrijk vinden, denk ik, is omdat je dan eigenlijk, zeg maar, op die stageplekken, kijk, bij heel veel verschillende opleidingen is het zo dat het allemaal vanuit het onderwijs moet komen. Maar wat wij bij de opleiding heel erg veel doen, is dat we kijken van, wat is de beroepssituatie? Ja. En hoe kunnen we zo goed mogelijk ons onderwijs daarop laten aansluiten, in plaats van andersom? Ja. Dus we proberen echt mee te bewegen met wat er gebeurt in het werkveld. Ja. En proberen daarop aan te sluiten. Een constant aansluiting te vinden, ook op het moment dat het gaat om het werk en in contact staan met je doelgroep, als het ware. Want als je dus klaar bent, dan is het belangrijk dat je gewoon ook ready bent om de arbeidsmarkt in te gaan. En dat je dan niet hele oude kennis of hele oude vaardigheden hebt opgedaan, maar dat je echt direct ook ergens aan de slag kan. Ik denk dat heel belangrijk is. Ja. Ja. Ik heb ik ga even research doen als het gaat om sociaal werk. En ik vond daar een leefgebiedenmodel. Ja. Laten we er even naar kijken. En dan, Nathalie, dan wil ik jou vragen om ons er even doorheen te wandelen, als het ware. Ja. Tegelijkertijd? Ja, tegelijkertijd. Oh, okay, nou, wat het is met leefgebiedenmodel, waarvoor dit model hanteren, dat komt uit het beroepscompetentieprofiel van het sociaal werk. En het is heel erg belangrijk dat sociaal werk op een bepaalde manier gewoon echt herkenbaar op de kaart komt. En wat de meest gehoren vraag is of opmerken van, sociaal werker, wat word je dan? Dat is best wel lastig omschrijven, maar wat we met dit model echt naar voren halen, is dat je eigenlijk in elk leefgebied, als je kijkt bijvoorbeeld naar het leefgebied financiën of naar het leefgebied zingeving, dat je eigenlijk in elk leefgebied van mensen, jong en oud, aan de slag kan gaan. Ja. Dus dat betekent dat je bijvoorbeeld als sociaal werker in een gezin thuis aan de slag gaat, maar het kan ook zijn dat je doorverwijst naar een gezin of een functie hebt. Bijvoorbeeld, je merkt dat in een gezin mensen psychische problemen hebben. Dat betekent niet dat je zelf de psycholoog gaat uithangen, maar je denkt, in mijn netwerk kijk ik waar ik deze persoon kan ondersteunen of hulp kan geven. Maar ook als het gaat om het leefgebied financiën, merk toch in de samenleving of in de stad in Rotterdam dat heel veel mensen schuldenproblematiek hebben. En dat je ook dan meer dat leefgebied aan de slag gaat. Ja. En in het eerste halfjaar zijn we echt met die leefgebieden bezig, zodat studenten ook kunnen ervaren, dit is wat voor mij. Ja. Dat. Ik zie Maarten schudden. Op het moment dat jij zei, je kan als student dan zelf ook ervaren, als het ware, waar je staat en wat je zou willen. Ja. Diomara, van jou wil ik dat ook even beter. Ken je daarin? Nou, het gaat voornamelijk over analyseren, weet je, van wat er aan de hand is en wie jij bent. Waarom? Als jij niet weet wie jij bent, dan weet je dus ook niet hoe jij overkomt voor die ander. Mm-hmm. En wat Nathalie dus ook zegt is, als jij aan de slag gaat met jezelf, dan kan je daarna de communicatie, zie je ook voor alles terug. En het mooie eraan is dat in de communicatie met de cliënt en de social worker, is niet alleen dat die cliënt geholpen wordt, in datzelfde gesprek is de social worker zelf ook altijd aan het groeien. Ja, dat is een beetje waar jij het net over had, Diomara. Je was vrij jong toen je begon, maar een bepaalde ontwikkeling dat je nu 3 jaar verder denkt, wow, ik heb heel veel geleerd. Klopt. Ik kwam daar en ik dacht, ik ga geen rol spelen of zo, ik moet nog heel veel leren. En nu eigenlijk
voel ik mezelf ook eigenlijk een social worker. Mm-hmm. Want ik heb heel veel geleerd. En die kennis deel ik dan ook met mijn cliënten of met collega's of zo. Zou je eens concreet voor mij kunnen maken een van de dingen die je hebt geleerd waarvan je denkt, wow, dat heb ik nooit geweten. Of dat, ja, en dat kan ik nu op deze manier inzetten. Heel veel regelingen van de gemeente. Ik ga zelf naar Humanitas. Mm-hmm. Voor mijn stageplek ga ik naar Humanitas. Zit ik daar 3 uurtjes. Komen cliënten dan bij me zitten met allemaal hulpvragen of formulieren, et cetera, et cetera. En omdat ik 15 was, ik ben net recent 18 geworden. Ik wist niks ervan. Ja. Ik had er niks mee te maken. Ja. Maar dan zat ik wel thuis bijvoorbeeld tegen mijn moeder te zeggen, ja, ik heb vandaag een kwijtschelding aangevraagd. Ik heb met de gemeente gebeld. Ja. Ik heb de belasting gebeld. Zulke dingen dat ik dan leer voordat ik eigenlijk de leeftijd heb bereikt om het te leren. Juist, ja. Ja. Jeetje. Ben je dan een ultra vroege leerling? Ja. Dat betekent dus dat ze in het leefgebied, als je dan over de leefgebieden praat en als je kijkt naar haar stageplek, dan denk je, oké, je zit dan in het leefgebied financiën, dus het ondersteunen van klinten, maar dat betekent niet dat ze alleen voor dat opgeleid wordt, maar dat is wel een leefgebied waar zij nu mee aan de slag gaat. Ja. Maarten doet een ander leefgebied, hij doet sportactiviteiten met kinderen. Dan ben je weer in een ander activiteitenleefgebied bezig. Jij organiseert op dit moment geen activiteiten, toch? Nee, dus betekent ze doen allebei sociaal werk. Ja. Ze ontwikkelen zich in een ander leefgebied. Maar je kan toch aan het eind van de rit, zou ze straks ook activiteiten kunnen begeleiden. Want die tools krijgen ze wel mee. Ja. We duiken zo meteen even in het leefgebied van Maarten, als het ware. Sportwereld. Maak jij je vraag af? Ik zie je antwoord. Ja. En ik zie ondertussen Misha zie ik naar me zwaaien. Die komt aanlopen met de chatvragen. Ja, vertel. Nee, om nog even kort aan te vullen. Dus los van die leefgebieden. Ja. En wat Naat eigenlijk net ook al aangaf. Is dat ook dat het ook zo werkt met verschillende doelgroepen waarmee je werkt. Ja. Want inderdaad, Diomaira gaf net aan, er zijn bijvoorbeeld volwassenen bij aangekomen met al die kwijtscheldingen en regelingen. Maar dat zouden ook net zo goed jongeren kunnen zijn, die weer tegen hele andere dingen aanlopen. Die bijvoorbeeld zich druk maken over die net 18 worden en misschien voor het eerst iets moeten aanvragen of duo voor het eerst naar school gaan. Dus afhankelijk van welke doelgroep je werkt, die leefgebieden sluiten daar heel mooi op aan. En je wordt daar heel breed voor opgeleid eigenlijk. Ja. Ja. Dankjewel. Chatten doe je met ons. Met andere woorden, je stelt je vragen via de chatbox. Die komen dan hier zo bij mij aan, aangeleverd door Misha. Even kijken. Dan begin ik even bij Diomaira. Hoe zijn de lessen in coronatijd? Ik heb 2 dagen les en dan 3 dagen stage. En dan is 1 daarvan is dan online. En dat is dan vooral de NER-vakken, dat is dan Nederlands, Engels, rekenen. En dan nog LOB, dus mentorschap eigenlijk. En dan op de dag dat ik op school moet komen, dan heb ik ook weer mentor. Dus dan ga je echt in gesprek met je. Ja. En dan is het gewoon face-to-face vooral. En de rest loop je eigenlijk stage. En is het te doen? Als het gaat om de lesje online? Ja, het is wel eerst wennen. Gewoon een computer thuis. Je hebt opeens geen motivatie meer, want je gaat niet meer naar school. Eigenlijk je vrienden niet meer, je studenten zie je niet meer. Dus je moet eigenlijk echt je motivatie naar boven brengen. Ja. Maar uiteindelijk besef je wel dat je daar voor jezelf zit. Je doet je opleiding voor jezelf, dus je moet het wel volgen. Ja. En het is wel te doen eigenlijk. Ja. En je stage, dat is 3 dagen op locatie en dan ben je nog wel in contact met je cliënten, zeg ik dat goed? Of zeg ik dat oneerbiedig? Ja. Ik loop wel eigenlijk plek op een stage. Ja, ik loop stage op een bijzondere plek eigenlijk. Ik loop gewoon stage op school. En daar hebben ze dus een speciaal rooster van gemaakt, dat ik eigenlijk 5 dagen stage loop. Eigenlijk, ja, we combineren dat dan met school. Dus stel je voor, ik heb 2 uur les, dan zit ik opeens 2 uur weer op stage. Oké, duidelijk. Combineer ik het weer, ja. Ja. Ik denk trouwens dat het heel erg goed is om te weten dat er verschillende manieren zijn waarop het Albeda College deze coronatijd probeert aan te pakken. Dat is me eigenlijk vandaag wel opgevallen als het gaat om hoe dat gebeurt. Maarten, om ook even naar jou te kijken. Hoe ziet het jouw week eruit? Ik heb in eerste instantie 2 dagen stage. Dan heb ik woensdag, donderdag heb ik les, waarvan de woensdag online les en donderdag op locatie. En dan heb ik een vrijdag volgende stage. Nou, de online lessen die zijn in principe, het zijn inderdaad de NER-vakken zoals net ook al werd benoemd. Dat heeft dus natuurlijk een stukje eigen motivatie is dat ook. Voor iedereen is dat anders, want sommigen vinden de NER-vak heel makkelijk of vinden er eentje heel makkelijk. En dan heb je het over Nederlands, Engels en rekenen. Ja, inderdaad. Nou, persoonlijk, ik ben niet geweldig in Nederlands rekenen, Engels ben ik wel altijd heel erg goed in. Maar dan het voordeel dat er ook aan zit en dat alleen kunnen uitwerken, maar wel een beetje de docent kunnen bereiken. Dus je hebt veel mensen die zijn dan niet goed in hun vak, maar die zijn dan of te verlegen om er naar te vragen van even hand op te steken. Maar het gaat wel vaak echt om persoonlijke motivatie. En vanaf daar kan je heel veel, zowel thuis als op school. Ja, dankjewel.
Ik heb ook nog een aantal vragen waarvoor ik de docenten moet aankijken. Nathalie, proefstuderen, is dat mogelijk binnen opleiding? Ja, dat is mogelijk. Ja. Afhankelijk natuurlijk constant van de nieuwe maatregelen. Mm-hmm. Gaan we wel kijken of we dat in kleinere groepen kunnen vormgeven. Oké, awesome. Hoe kan ik me aanmelden? Je kan je aanmelden onder andere via de website, albra.nl inderdaad. En dan kom je eigenlijk, ga je verder met het intakeproces, zoals we dat noemen. Ja. Dan wordt er contact met je opgenomen en krijg je veel meer informatie. En het is ook goed als mensen dus nu ook al kijken om je nu te informeren. Zeker. De opleiding. Dus dit helpt zeker daarbij. Ja. Ja. Albeda.nl/openhuis, daar vind je als het ware alle informatie als het gaat om Albeda College Sociaal en Pedagogisch Werk. Dus check dat zeker even. We hebben het net even gehad over jouw stageplek, Maarten. Vertel even kort wat we gaan doen voordat we worden meegenomen door de video als het ware. Over of wat jij doet, ja. Zoals ik al zei, ik heb drie stage dagen in de week. Daarvan twee lange, één wat kortere. Mijn ochtend begint bij een basisschool in Zuid. Daar begeleid ik dan een aantal klassen. Afhankelijk van de locatie verschilt dat, maar ik heb meestal groep 3 en 4. Mm-hmm. Dan gaan wij activiteiten plannen met hun. Die hun een beetje of helpen met samenwerking, met concentreren. Zelfredzaamheid voor zover dat binnen die leeftijdsgroep kan. Ja. Zelfredzaamheid is natuurlijk ook altijd een beetje persoonafhankelijk. En het gaat hier om basisschoolkinderen in Rotterdam-Zuid. Ja, in Rotterdam-Zuid. Toch? Ja. Laten we even gaan kijken. Het doel is om Zuid in 2030 sociaal-economisch op hetzelfde niveau te krijgen als de 4 grote steden. Daarvoor worden honderden miljoenen extra geïnvesteerd in wonen, werk en onderwijs. Blijven zitten. Hey, we zijn bij Club 1908. En dit zijn kinderen van groep 7 en die krijgen door middel van de Feyenoord-medewerkers extra ondersteuning in het onderwijs. De kinderen op Zuid komen vaak uit arme gezinnen met laag opgeleide ouders. Daarom hebben ze na de basisschool al een forse achterstand. Dat blijkt ook uit de CITO-toetsscore, die lager ligt dan in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Die score stijgt in Rotterdam-Zuid wel sinds het begin van het nationaal programma. Dus dat is meer van? Ja. Van het geld uit het programma krijgen deze leerlingen per week nu 10 uur extra les. Maar jongens, zouden jullie niet veel liever gewoon thuis met een bak chips op de bank zitten nu? Eigenlijk wel, ja. Je moet wel weten dat kinderen wel willen uitrusten. Je hoort het maar, leren is belangrijker dan je chips eten. Ja. De leerlingen krijgen ook excursies, mediales en vandaag spelend leren. De ene emmer staan de sterke werkwoorden op en de andere twee de zwakke werkwoorden. Oké, sorry. Is er ook nog een extra rol voor de ouders? Nou, dat is een van de kritische noten die wij ook wel als scholen hebben. Van waar ligt de verantwoordelijkheid van ouders? Kom op. Wij zijn ervan overtuigd als directeur dat als we alleen maar de tijd in de kinderen stoppen, dan gaat het hem niet worden, want de ouders moeten ook mee. Is het een sterk of een zwak werkwoord? Sterk, denk ik. Zwakke. Nee, het is een zwakke. Wat vindt u ervan, die extra urenles voor uw dochter? Gaat u er dan ook helpen? Ja, tuurlijk. Ja, ik ben ook ga naar de school. Ik kom uit de Turkije, ik heb geen Nederlands. Ik ook te leren met kinderen, ik ga naar de school. Ik ben ook bezig met die tafel. Als ik op de tafel zit te eten, ik vraag hem altijd, wat heb je gedaan? Wat zijn nieuwe woorden voor jou? En plus doe ik altijd boeken lezen samen, samenvatten, zelf doen. Ik maak ook fouten en ik zeg, wat heb je school geleerd? Dat mijn ook veranderen zelf. Het doel is om de CITO-score, de eindscore, omhoog te krijgen. Gaat dat hierbij helpen, denkt u? Ze doen veel ervaringen op, de wereld wordt groter. Ik denk ook zeker dat het effect heeft op het welbevinden. En als een kind lekker in zijn vel zit, komt het leren ook vanzelf. Dus ik hoop ook over een paar jaar dat inderdaad de resultaten hoger liggen. Een project op Rotterdam-Zuid waarbij wat er gebeurde hier aan tafel was 4 glimlachende gezichten. Volgens mij is dat echt wel het gevoel als het gaat om wat een social worker doet, als het ware. Op welke manier ben jij betrokken bij dit project? Het filmpje was van vorig jaar. Ja. Het draait hetzelfde programma nog steeds, alleen op meer locaties nu. Mm-hmm. Mijn persoonlijke betrekking vorig jaar en dit jaar is bij Afrikaanderwijk voornamelijk geweest. En daar gaan we heel erg veel inspelen op. Na een vraag van de school van volgende week hebben ze dit onderwerp of een toets hiervan. En dan gaan we kijken of wij spelende wijze of sportende wijze op een manier
die kinderen al van nature aantrekt. Of we dat een klein beetje kunnen aanpassen, dat het hun niet alleen interesseert, maar dat het ook hun helpt. Ja. Dus dan gaan we... Maar bedoel je dan een soort van voetbalrekenles? Ja, voetbalrekenen of okay. Pitzakjes gooien, spelling, je noemt het maar, estafette. Ja, je kan doorgaan met de vakken daar binnen. Ja. En dan gaan we eigenlijk kijken hoe kunnen we nou deze vakken die voor de gemiddelde basisschoolleerling niet zo leuk zijn, toch interessant maken. Ja. Wat zorgde er nou voor dat jij zojuist tijdens het kijken van dit filmpje een grote glimlach op je gezicht kreeg? Omdat dit de locatie is, Afrikaanwijk, waar ik het meest heb gestaan. Ik heb daar persoonlijk gestaan sinds mijn eerste jaar van mijn opleiding. En ik herken ook nog een hele hoop van die kinderen natuurlijk. Sommige die zie ik dit jaar dan natuurlijk niet meer, dus die mis ik dan ook wel een beetje. Ja. En sommige weet je, die ken ik ook van vandaag nog een beetje bij naam. En die praat ik ook vandaag nog mee. Dus ook al is dat, ja, het bericht is een jaar oud. Maar het is wel leuk om dat altijd terug te zien af en toe. Ja. En dan even om jou of Jared aan te kijken of Nathalie. Wat is nou eigenlijk het belang van dit soort projecten voor, ik wilde zeggen specifiek Rotterdam-Zuid, maar het is natuurlijk veel breder dan dat. Dus laten we zeggen dan basisschoolkinderen. Nee, natuurlijk als je naar het sociaal werk kijkt en eigenlijk alles wat je als sociaal werker doet, of dat nou sport is of muziek, je gebruikt altijd als middel om je doel te bereiken. Ja. En wat Maarten al zei, van ja, vooral als je kijkt naar Nederlands, Engels, rekenen, dat zijn niet de meest uitdagende vakken, maar niet de meest hippe vakken, om zo te zeggen. Dan merk je toch door manier van sport en spel, dat je echt op de talenten van die kinderen doorgaat. En dat is gewoon heel erg belangrijk. Op een andere manier naar de doelgroep kijken. Ja. Dan hoe men reguleert naar een doelgroep kijkt. Want dat betekent niet dat een kind een achterstand heeft, maar ik moet het op een andere manier aanleren. Dus door voetbal, door spellen. Dus dat is super tof. Ja, en ik denk ook een stukje waar we het ook eerder in het gesprek over hebben gehad, is van los van dat je jezelf ontwikkelt, help je ook andere mensen ontwikkelen. Ja, ja. En ik denk dat dat het stukje is ook waarom we allemaal net een glimlach hebben gehad. En ik krijg hier ook energie van dat ik denk van, het is zo tof man dat wij hier een bijdrage aan kunnen leveren. En ik denk dat het ook is wat hem trots maakt. Ja. En ik denk dat dat ook de reden is dat heel veel studenten ook kiezen voor deze opleiding. Dat heel veel mensen gaan bijvoorbeeld voor een opleiding waarvan je zegt van, oké, ik ga echt voor het geld, ik wil echt de zakelijke wereld doen. En anderen zeggen van, nou, ik ben tevreden als ik op een dag een aantal mensen echt blij heb kunnen maken of echt heb kunnen ondersteunen, dan is mijn dag echt, weet je, dat ik een goede dag gehad. Ja. En ik denk dat is wat ons hier verenigt. Denk je maakt gewoon echt het verschil. Ja. Aan het eind van de dag maak je echt het verschil. Ja. Dan denk ik, oké, als je zelf in de spiegel kijkt, dan heb je in ieder geval een bijdrage kunnen leveren In mensenleven. Ja, in mensenlevens. Ik wil even een link maken naar jouw stage bij Connect. Wel middels een filmpje van Nieuwsuur van vorig jaar, waar Maarten ons zojuist meer over kon vertellen. Dus laten we even kijken. Beter opgeleide kinderen moeten uiteindelijk tot minder werkelozen leiden. Werkeloosheid is een groot probleem op Zuid, waar veel meer mensen een uitkering ontvangen dan gemiddeld in de vier grote steden. Ik had geen dak boven mijn hoofd, ik had schulden. En op een gegeven moment, depressief. En het ging heel slecht met me. De 30-jarige Abderrahim groeide op in Zuid in een wijk met veel geweld. Hij maakte zijn school niet af en zat in de schulden. Na een periode van papierprikken voor werklozen is Rotterdam nu van het intensief contact en een persoonlijke begeleider. Dankjewel. We werken middels een werkweekagenda en daarin stellen we doelen en dat doen we samen met onze mensen en niet alleen. We spraken wel elkaar wel dagelijks eigenlijk wel. Had u ook te maken met de gemeente op zoek naar een baan voordat het op deze manier ging? Ik kreeg nooit een uitnodiging of wat dan ook. Want het enige, als je een uitnodiging krijgt, kom maar met je cv. En dan kom je hier in het kantoortje, praat je 5 minuten, 10 minuten, geef je het cv en je bent weer weg. Met andere woorden, zoek het maar lekker uit. Ja. Hoe vaak had u toen contact? 1 keer per jaar of zo? Ja, misschien 1 keer in het jaar of 2 keer in 2 jaar of zo. Kijk, je moet het wel zo zien. Mensen met mentale problematiek die alleen maar thuis zijn en je doet er niks mee, die blijven in die cirkel. Terwijl dat als je ze elke keer uitnodigt en samen kleine stapjes laat maken en ook laat zien van dat ze het waard zijn om die stap verder te komen, dan zie je echt dat ze stappen gaan maken. Krijgt u iedereen weer aan het werk? Nee. Ik bedoel, het is niet zo dat iedereen aan het werk kan, maar wel bijvoorbeeld vrijwilligerswerk zouden kunnen doen. Al is het maar een paar uur per week, maar ze komen wel buiten. Als jij zelf ook initiatief neemt ik wil ook meewerken. Uiteindelijk heb ik het ook gedaan en uiteindelijk heb ik nu een baan eigenlijk. Ja, en hoe voelt dat? Heerlijk. Ja? Ja. Je komt weer onder de mensen? Ja,
Eigenlijk wel, ik ben een Rotterdammer, dus dan wil je echt graag contact komen met de Rotterdammers eigenlijk. Abderrahim werkt nu als beveiliger. Door zowel de ouders als de kinderen extra hulp te bieden, hoopt Rotterdam uiteindelijk heel Zuid te verheffen. Hallo, gemeente Rotterdam, wij komen een controle doen. De actie tegen... Een heel concreet voorbeeld als het gaat om een social worker die een cliënt hulp biedt bij het vinden van een baan. En dat uiteindelijk dus ook lukt. Diomara, als we dat linken aan jouw stageplek bij Connect, op welke manier beweeg jij je dan bij de, als het gaat om de hulpvraag van een cliënt? Heel veel mensen die bij mij komen hebben dan vaak een uitkering. Maar zijn dan heel erg geïnteresseerd in toch een baan zoeken of dan willen ze toch wel iets doen voor de... Ja, voor de maatschappij eigenlijk. Mm-hmm. Dus dan of doen ze een vrijwilligerswerk of ze gaan ook echt op zoek naar een baan. En daar kun je, ja, je kan ze mee begeleiden, kijken naar hun cv of naar een sollicitatiebrief of ze dat in elkaar kunnen zetten. Dus daar help je ze dan mee of begeleid je ze dan eigenlijk mee. Maar je kan ze ook vooral motiveren. Komt iemand naar je toe die zegt, ja, ik zit goed met mijn uitkering of ja, ik zit wel goed zo, ik krijg een beetje geld van de gemeente. Ik heb eigenlijk niks te klagen. Dan kan je eigenlijk weer kijken van waarom wil hij niet meer werken. Of ga je kijken waar dat motiverende gedeelte is gebleven in die persoon. Ja. En dan kan je ook, je kan de persoon niet echt zeggen, ja, je gaat nu dit doen. Of je kan hem niet gaan dwingen, maar je kan wel gaan kijken waar dit aan ligt. Of hoe jij die persoon dan toch wel weer kan motiveren om wel op zoek te gaan naar een baan. Ja. En staat, wat ik bedoel, je hebt daar nu een tijdje ervaring mee als binnen je stageplek. Maar staan mensen ook open om dat gesprek met je aan te gaan? Ja. Vind je dat moeilijk of moet je echt op zoek gaan naar waar je iemand kan bereiken en waar je met iemand kan levelen als het ware? Ik vind dat het heel verschillend is. Als mensen echt persoonlijk naar je toe komen van ja, ik zit met dit en dit, dan zijn ze al vaker wat opener dan als ze bijvoorbeeld doorgestuurd zijn door een instantie of zo. Ja. Dus als ze dan bij mij komen uit persoonlijke wil, dan zijn ze vaak opener en staan ze ook echt open om wat ik te zeggen heb en hoe ik ze kan begeleiden. Ja. En dan werken ze ook best wel goed mee eigenlijk. Ja. Alsof ja, ze willen gewoon echt verandering voor hunzelf. En ze weten dat ik daar dan voor ben, dat ik haar daardoor, ja, ik kan ze begeleiden in dat stuk. Dus daarom zijn ze eigenlijk bij mij terechtgekomen. Ja, ik moet ook eerlijk zeggen, ik vertrouw je ook wel een beetje erop of zo, toch? Ja. Ja. Enerzijds denk je misschien heel erg stom, maar dat je denkt van, oké, ze is een jong meisje, 18 jaar. Ja. Maar omdat ik nu je leeftijd weet, ben ik daar ineens mee bezig. Maar ik zie je wel zitten daar en zeggen tegen die mensen, nou weet je wat we gaan doen? Ja. We gaan het even opzoeken, toch? Ja. In de praktijk is het wel leuk om te zien, want inderdaad wat je zegt, de stage is al de tweede helft van het eerste jaar. Juist, dus dan ben je net 15, 16. Ja. En heel veel zitten precies van, oh... Gaan cliënten echt naar ons luisteren als we hen begeleiden? En je merkt toch in jouw rol als social worker dat zelfs een cliënt van 25 of van 30 toch luistert naar iemand die zogezegd verstand van heeft. Ja. Dus, daarom doe ik heel veel met persoonlijke ontwikkeling. Mm-hmm. Omdat het dus ook belangrijk is, Maarten gaf het net ook al aan, van jij straalt ook iets uit. Jij communiceert ook. Weet je, communicatie komt van twee kanten. Ja. Dus het kan niet alleen zo zijn dat jij denkt van oké, iemand komt bij mij om en ik ga die persoon eens even begeleiden. Ja. Nee, die persoon moet zich ook veilig bij je voelen, moet zich vertrouwd bij je voelen, je moet een vertrouwensband kunnen opbouwen, je moet empathie kunnen tonen. Dus dat zijn ook kwaliteiten die je zeker als sociaal werker zou moeten bezitten. Maar, en als je het hebt over dat werkgebied, persoonlijke ontwikkeling als het ware, hoe wordt dat dan binnen de opleiding besproken? Of wat voor lessen zijn dat? Het komt eigenlijk terug in allerlei verschillende lessen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld dat je kijkt naar je kwaliteiten, maar ook wat je valkuilen zijn. Ja. Dus waar loop jij tegenaan? Waar word je bijvoorbeeld snel boos van? Waar raak je geïrriteerd van? Dat zijn allemaal kleine dingetjes. Ja. Waar je misschien nog niet zo heel bewust van bent. En op de opleiding neem je eigenlijk mee dat proces. Ja, proces. Ja. Zodat je er bewust van bent en dat je er ook iets mee kan doen als je uiteindelijk dat gaat inzetten. Als je dat professioneel gaat inzetten eigenlijk. Ja. Zo'n klas is natuurlijk gewoon een mini-samenleving. Ja. Dat zeggen we altijd. Als je kijkt naar de klas en de samenstelling die je in klas hebt, is gewoon een mini-samenleving. En daar moet je ook mee kunnen dealen. Ja. En vervolgens word je professional. Maar wat ik wel leuk vind aan jouw verhaal. Enerzijds zeg je van, als de cliënt meewerkt, hè, en niet iedereen werkt mee. Nee. En dat we hen wel echt op school ook tools leren van oké, hoe ga je nou om met weerstand? Hoe ga je nou om met de cliënt die eigenlijk helemaal geen zin heeft en die zegt, ja, ik ben hier gekomen want ik ben gestuurd. Ja. Daar moet je mee leren omgaan. En gedurende de opleiding doen we ook rollenspellen op school en dat oefenen we. Ja. Dus daardoor, kijk, we gooien je niet voor de leeuwen. Ja. Ja, dus, nee, ja. Precies, ja, want voor de mensen die luisteren denken van, oké, ik moet cliënt en ik ben nog 15 en ga ik dit wel doen? Nee. Je wordt echt gedurende opleiding, word je dat gewoon geleerd. Ja. Ik vond het leuk wat je zei, een mini-samenleving. Ja, mini-samenleving. Ik ben heel erg benieuwd naar jouw mini-samenleving, Maarten. Als het ware je klaslokaal, je klas. Leuke groep?
Het huidige jaar heb ik wat meer binding mee. Mm-hmm. De meeste mensen hebben vaak het eerste jaar is een beetje willekeurig hoe dat gaat. Want natuurlijk, weet je, zoals ik ook aangaf, ik kwam er zelf ook toen ik 16 was, zij ook. Mm-hmm. Dus je komt daar een beetje in een situatie, groot lokaal. Dan zitten leeftijden zitten tussen 16 en 25 soms met de mensen die daar als leerlingen zitten. Ja. Dus dat kan natuurlijk heel erg intimiderend overkomen. Maar als je, weet je, naarmate je in de lessen zit, naarmate je jaren doorgaat, dan zie je ook natuurlijk dat je niet met 16, 17 tot en met 25 jaar zit. Je zit met mensen natuurlijk, net zo goed als ieder ander. En je gaat het niet met iedereen vinden, dat hoeft ook niet. Mm-hmm. Maar je moet wel met iedereen kunnen communiceren en gewoon de dagelijkse zaken kunnen regelen. Ja. En dat heb ik persoonlijk, ik heb er zelf altijd wat moeite mee gehad, juist door hoe ik dingen zie. Maar met de opleiding ben ik daar zelf wel heel erg in gegroeid en hoe ik daarmee omga. En wat zorgde ervoor dat je er zelf moeite mee had dan? Hoe jij dingen ziet, zeg je? Wat bedoel je daarmee? Ja. Ik ben heel erg vaak geneigd van het heel erg direct zijn. Mm-hmm. En waar ik dan vaak tegenaan loop is dat binnen cultuur direct zijn kan op twee manieren worden gepakt. Als in feitelijk van oké, dat is waar het op staat. Of ik hoor dat, ik waardeer het niet. En, ik reageer er niet zo positief op. Ja, dus daar heb je op een gegeven moment heen moeten leren omgaan. Daar heb ik wel evenwicht te moeten vinden, ja. Je hebt nog, denk ik, ongeveer een minuutje om de chatvragen deze kant op te sturen. Dus tik nog even snel wat, zorg ik ervoor dat je vraag zo meteen wordt beantwoord. Maar even mini-samenleving, ik vind het een hilarisch woord. Hoe zit het met jouw mini-samenleving als het gaat om je klasgenoten? Ja, omdat ik zit in een soort van speciale klas, omdat we zelf de plek stage lopen. Mm-hmm. Dus dan is het zo van, we zien elkaar eigenlijk 5 dagen in een week. Ja. En dat is eigenlijk best wel veel, want ik zie misschien mijn familieleden ineens 5 dagen in de week. Ja. Dus je leeft eigenlijk heel erg met elkaar. Eigenlijk een mini-samenleving is eigenlijk het juiste woord ervoor. Mm-hmm. Want je ziet elkaar boos, je ziet elkaar blij, je ziet elkaar op verschillende manieren. Waardoor je denkt, oké, dus deze persoon kan ook dit zijn en deze persoon kan ook dat zijn. En dan denk je eigenlijk, hoezo is die persoon dan op dit moment zo? Ja. Dus dan ga je zelf ook denken zo van, oh, mijn klasgenoot heeft eigenlijk ook emoties waar ik kan kijken hoe dit uitkomt of waar dit uitkomt, waarvan je eigenlijk misschien aanwezig kan zijn. Ja. Mag ik kort aanvullen? Inderdaad, ik denk als we het over mini-samenleving hebben, bij ons op opleiding, wat mij vooral altijd zo blij maakt binnen de opleiding is ook het stuk de sfeer. Ja. Weet je, want we hebben het over mini-samenlevingen, dus het is heel belangrijk in hoe mensen met elkaar omgaan. Ja. En ik denk dat dat ook maakt dat mensen heel graag terug willen komen en er graag willen zijn. Want een mini-samenleving moet ook een plek zijn waar je veilig en vertrouwd voelt. Ja. En ik denk dat dat voor een opleiding ook heel erg belangrijk is. En dat maakt ook dat je je tijd veel fijner doorkomt en dat je meer leert ook uiteindelijk daardoor. Ja, zeker. Ja. Volgens mij zijn we nu wel een minuutje verder, toch? Ik denk het wel, iets langer zelfs. Misha, dit is de allerlaatste keer dat je mij de chatvragen kan geven. Mocht je trouwens vragen hebben en zijn ze op dit moment nog niet beantwoord en staan ze niet op dit kaartje, dank je wel. Surf dan even naar albeda.nl/opendagen. Dan vind je daar ook zeker weten antwoorden op je vragen, dan weet je dat. Even kijken hoor, waar gaan we beginnen? We hadden het over stageplaatsen, dus laten we daar even blijven hangen nog. Hoe ben jij aan je stageplaats gekomen? Wat is het proces? Bij ons heb je dan een dag, toen ik dan nog in de eerste zat, had je echt eigenlijk een vak waar ze dan vooral gingen kijken naar stageplekken. Dat ze echt de kans geven om zelf te gaan kijken wat je leuk vindt. Uh-huh. En daar hielpen docenten heel erg bij. Dus toen ben ik eigenlijk bij mijn stageplek terechtgekomen omdat ik naar iets breed zocht. Dus ik dacht, ik wil, als ik naar iets ga, wil ik niet gelijk met kinderen alleen werken of met volwassenen alleen. Dus ik dacht, ik ga gewoon bij het Connect. Daar heb je dan jongeren en ouderen en dan kan je zelf eigenlijk kijken welke richting je op wil. Mm-hmm. Dus daarom ben ik eigenlijk zo op mijn stageplek gekomen. Maar ik weet ook dat je op verschillende stageplekken kan beëindigen, zoals jeugdgevangenissen heb ik wel een keer gehoord. Ja. Of bij vluchtelingenwerk of toch bij gewoon huis in de wijk, bij jou in de buurt bijvoorbeeld. Dus je kan echt bij veel plekken eindigen. Ik zie de stagebegeleider al druk. Ja, zeker. En op welke manier begeleid jij dan de studenten als het gaat om een keuze maken voor een stageplek? Het gaf ook net aan. We doen bijvoorbeeld nu snuffelen ze heel erg, weet je. Dus even kijken van, wat vind ik leuk? Binnen welk leefgebied bijvoorbeeld? Ja. Maar ook met welke doelgroep? Wil ik met jongeren werken? Wil ik met ouderen werken? En ik denk dat het vooral belangrijk is. Jomara zei, ik was 15. Ja. Dan heb je nog helemaal geen idee waar kan ik terechtkomen, bij welke organisaties zijn er. Dus ik denk dat het vooral belangrijk voor ons is om studenten inzicht te geven in wat is er allemaal. Mm-hmm. En welke keuzes zijn er. En kijk nou eens goed wat bij je past. Want
soms is het ook goed om iets te doen wat helemaal niet bij je past. Mm-hmm. Dan weet je dat ook. Dan denk je ook bij jezelf, oké, dit ga ik in ieder geval niet doen. Dan weet ik dat ik volgend jaar... ga ik daar aan de slag volgende keer, weet je. Dus, en ik denk dat het voor ons ook gewoon vooral belangrijk is om goed te faciliteren in het... Hoe maak je nou een goede sollicitatiebrief? Hoe presenteer ik mezelf? Want alleen vaardigheden, daar gaat het niet om. Het gaat ook echt om een stukje sociale vaardigheden. Ja. Dus een gesprek kunnen voeren, jezelf kunnen presenteren, op tijd komen. Het zijn allemaal kleine dingetjes. Een beetje ongeschreven regels eigenlijk. Ja. En die moeten we gewoon vooral zichtbaar maken, denk ik. Ja. Zit jij op je plek, Maarten, als het gaat om je stageplaats? Wat mij betreft wel. Wat ik altijd gewoon interessant vind, juist ook om met kinderen te werken... is natuurlijk, zeker op de leeftijd waar ik ben nu ook maar een paar jaar, weet je, op mijn opleiding derde jaar, 4 jaar MAVO en daarvoor zat ik ook op de basisschool. En iedereen is nu heel erg benieuwd om te weten hoe oud je bent. Nee, 19. Sinds afgelopen week. Dus. Nog gefeliciteerd. In ieder geval, het meest interessante eraan, juist omdat je dan eigenlijk een beetje gaat kijken in, nou die, weet je, die voormalige fase van je leven, ga je ook een beetje kijken naar, oké, hoe speelt het nou bij mij? Je kan ook een beetje relativeren naar... welke stappen had ik nou toen de tijd kunnen doen? Ja. En dan kan je ook eigenlijk een beetje tot een acceptatie komen met jezelf. Weet je, want sommige mensen hebben uit hun jeugd, die hebben problemen gehad, maar die realiseren of staan er niet altijd bij stil, dat, weet je, waren hun een oorzaak van een probleem, weet je, leiden hun onder een probleem of waren hun probleem? 9 van de 10 keer leid je eronder, in plaats van dat je het was. En sommige mensen houden zich altijd heel erg verantwoordelijk voor wat er in hun jonger verleden is gebeurd. Ja. Hoeft niet. Dat is ook nog eens een keer hoe zeg je dat? Een mooie levensles. Dankjewel, Maarten. Even kijken, een aantal vragen waarvoor ik me moet richten op de docenten. Maar als jullie willen aanvullen, yo, go right ahead. Kan ik me nu al aanmelden? Ja, dat kan. Mm-hmm. Zeker. Ja, ze kunnen gewoon via onze website kunnen zich alvast inschrijven. Easy. Welke mogelijkheden zijn er voor doorstuderen? Misschien is het leuk, jullie zijn derdejaars natuurlijk. Jullie zijn derdejaars, tell me. Ja, Diomara, vertel. Van wat ik allemaal heb begrepen, is dat, omdat het zo breed is, kan je echt, sowieso met de niveau 4, kan je eigenlijk overal terecht op het hbo. Mm-hmm. Maar de meeste mensen die deze opleiding dan hebben gedaan, gaan dan naar toegepaste psychologie of sociaal werk nog een keer. Omgangskunde heb ik ook al een paar keer gehoord. Ja. Of toch de PABO, dat ze echt hebben uitgevonden op hun stageplek. Ja, ik wil iets met kinderen doen. En dat ze dan echt de onderwijsrichting opgaan. Dus ik heb echt van alles gehoord eigenlijk. Heerlijk. Ik heb deze docenten niet eens nodig. Nee. Moeten we nog iets aangevuld worden, Maarten? Mijn persoonlijke doorstap is ook toegepaste psychologie. Mm-hmm. Juist omdat ik dat interessant vind om te begrijpen hoe mensen denken, hoe dingen werken. Maar over het algemeen wat... Ja, ik kan niet heel veel anders aanvullen dan wat ze zijn, want zij is bijna perfect. Ja. En jij gaat ook toegepaste psychologie studeren? Ja, ik ben nog echt aan het kijken, maar ik denk het wel. Oké. Die kant richt ik. Nou, wat wel heel grappig is, het zal straks ook weer als de studenten zich inschrijven, heel veel studenten willen iets in de psychologie gaan doen. Mm-hmm. En eigenlijk bijna iedereen die binnenkomt, die heeft wel zoiets van, oh, dat wil ik worden. En ik zou niet zeggen dat de mogelijkheden zijn er, maar dat betekent niet dat je het per se wordt. Maar je wordt in ieder geval een gedragsbeïnvloeder. Want je wil weten waar gedrag van, want het vraagstuk is, waar komt gedrag nou vandaan? Ja. Ook met die cliënten waar je mee werkt, waarom reageren ze op een bepaalde manier? Hoe kan ik ze motiveren? Hoe kan ik het gedrag beïnvloeden? Dus uiteindelijk ben je... Influencer. 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 Bij ons kan je echt influencer worden. En dan niet zo'n lege Instagram influencer, maar like... Really, weet je, voor Eggie. SW Influencer. Oh, dit is heerlijk. Oh, lekker man. even kijken hoor. Op welke locatie start sociaal werk? Zuster Hennekeplein. Yes. En Vlaardingen. En Vlaardingen. Oké, duidelijk. En dan kijk ik Maarten en Diomara nog een keer aan. Wat vinden jullie de leukste lessen op school? Voor mij persoonlijk, in de eerste was dat psychologie. Dat is nu ook verwerkt in meerdere vakken natuurlijk. Mm-hmm. Maar de reden waarom psychologie mij persoonlijk altijd heel erg aanstond, is juist één dingetje wat ik al vaker heb gezegd, zelfbegrip. Ja. Omdat je ingaat op niet alleen wat zeg ik, tegen wie zeg ik het, wat is het effect. Dus je snapt waarom dingen gebeuren en als je dat niet doet, dan ga je actief met het antwoord zoeken. Ja. Ja, interessant. Mm-hmm. Diomara, jij? Precies hetzelfde. Precies hetzelfde. Ja, maar het is echt vooral omdat je dan dingen hoort. Mm-hmm. Want het is, bij andere vakken is het heel erg zo van, dit en dit is dan module of het schema. En
et cetera, et cetera. En als je dan bij psychologie kwam, was het echt zo van, en zo werkt het menselijk brein. Ja. Dan denk je, hé, maar dit herken ik bij mezelf. Of ja. Dan denk je, oké, nu moet ik even opleggen, want dit heb ik ook meegemaakt. Ja. En dan zulke dingen, vooral dat je zelf leert, ja, je leert jezelf eigenlijk kennen, zoals Maarten net zei. En ja, je leert gewoon superveel bij psychologie, vond ik altijd. Ja, daarom vond ik het leukste vak eigenlijk. Mooi man. Ja. Jullie beiden alvast nu ontzettend veel succes met het doorstuderen, zou ik willen zeggen. Want ik krijg energie van hoe jullie erover praten. We zijn bijna aan het einde gekomen van deze Albeda Open Dag. Op dit moment Albeda College Sociaal en Pedagogisch Werk. Met de spotlight op sociaal werk. Ik wil nog even, ik heb vragen hier opgeschreven. Maar ik denk ik gooi hem gewoon open. Wat is nog iets wat je op dit moment de studenten zou willen meegeven die kijken naar deze uitzending? En dan sluiten we af met jullie als uitsmijter. Ja. Ja. Nou, misschien om te beginnen, wat ik studenten vooral zou, of jongeren vooral zou willen meegeven, is dat ik echt superveel bewondering en respect heb voor jonge mensen die al ervoor kiezen om dit vak uit te oefenen, weet je, dat je mensen wil ondersteunen en helpen. Dus ik krijg er altijd heel veel energie van en ik zeg van, als je dit kiest, kies ook echt met je hart. Mooi. Met je verstand ook, maar ook met je hart, dat je denkt van, oké, dit zou ik echt graag willen doen, ik krijg er passie voor, ik krijg er energie van. En ik heb jaren geleden ook deze opleiding gedaan, zelf 15 jaar geleden, maar zoals je merkt, ik krijg er nog net zoveel energie van als toen. Ja. En ik denk dat dat zou ik willen meegeven aan jonge mensen. Ja. Heerlijk, dankjewel Jared. Alsjeblieft. Nathalie. Ja, ik kan me aansluiten bij Jared, wat het gewoon is als je een jonge leeftijd bent en hebt dan en de drijver hebt om er voor anderen te zijn, om van betekenis te zijn. Al kom je, al schrijf je in en weet je niet precies wat je wil doen. En ook omdat we zo breed opleiden, als je in je hart hebt van ik wil van betekenis zijn voor een ander, dan niet de zorg, hè, want dat is een andere manier van betekenis. Of ik wil niet bij de politie werken, dat is ook een andere manier van betekenis geven aan mensen. Maar ik wil iets doen in het sociale aspect, ja. Het past ook bij me. Eigenlijk zeg ik, social worker word je niet, je bent het. En je gaat je deskundigheid gewoon ontwikkelen. Je wordt daar gewoon, je wordt geboren social worker. Ja. Ja. En sommigen ontwikkelen zich helemaal echt in het social werk. En anderen zullen andere keuzes maken. Maar dat betreft is onze opleiding een school of life. De eerste 3 jaar word je gewoon gemangeld. Mini samenleving, school of life en influencer. Ja, maar ik ben bijna aanvallen. Ja, echt, hè? Het is een hele mix. Ja. Dank je wel, Nathalie. Maarten. Ja, wat ik wil meegeven voornamelijk, juist omdat ze nu voor die keuze staan van welke opleiding ga ik doen, social work of de andere interesse die ze hebben. Het belangrijkste om te weten is dat niemand echt volledig de antwoorden heeft. Waar je voornamelijk stil bij moet staan, is ga nou eens jouw antwoord zoeken. Wat is het nou wat jou interesseert? Wat is nu waar jij naartoe wilt gaan? Het is niet alleen waar sta jij nu, waar ga jij na deze opleiding staan? Wat wordt het eindpunt? Waar wil je naartoe gaan werken? Want als je nu alleen kijkt naar wat wil ik met het komende jaar of de komende 2 jaar, dan moet je eerst heel erg goed jezelf begrijpen om die korte termijn doelen eigen verantwoordelijkheid. Dankjewel Maarten, dankjewel. Mooi. Diomara. Ja, ik zou zeggen, omdat ik zelf ook heel jong was en door mijn nicht eigenlijk hier ben gekomen, wil ik eigenlijk zeggen, ja, kijk naar je eigen netwerk. Kijk of iemand uit jouw omgeving iets te maken heeft met sociaal werk of met sociaal werk in het algemeen. Want heel veel mensen hebben dat gewoon. Dat iemand bij de gemeente werkt of iemands tante's broer werkt bij de belasting. Dus kijk gewoon, om je heen. Vraag gewoon daar om je heen. Kijk of je iets daarmee kan te maken. Misschien heb je al gelijk een stageplek. Ja. Dus ja, gebruik gewoon je netwerk. Zeker. Duidelijk, concrete tip. Dankjewel. Dank jullie wel allemaal. Nee. Dit waren echt de laatste secondes als het gaat om deze open dag. Ik ben blij dat je online hebt meegekeken. Ik kan me voorstellen dat je nog wat vragen hebt. En dat is goed ook. Super simpel. Je gaat naar albeda.nl/openhuis. Daar vind je onder andere verhalen van de studenten. Maar is het ook mogelijk om contact op te zoeken met de opleidingen. Mocht je nog verhalen hebben, vragen hebben als het bijvoorbeeld gaat om proefstuderen, etc. Dus eigen verantwoordelijkheid. Duik in die website en zoek je helemaal kapot, zou ik willen zeggen. Dankjewel voor het kijken. Mijn naam is Shai Kreuger en studeer ze heen. Jullie zijn de toekomst. Bye.